En dan nu? Hallo kijkers, we krijgen er een nieuw bos bij in deze stad. Daar wordt momenteel met man en macht aan gewerkt. Vroeger, bijvoorbeeld ergens een eeuw of wat geleden, heeft iemand daar nog eens goed over nagedacht en een plan gemaakt om de stad wat groter te maken. Stadsuitleg heette dat met een mooi woord. De muren om wat nu het centrum is, werden gesloopt en er werden groene singels aangelegd. En een van die singels is de Schaakmatonsingel, de Van Schaakmatonsingel. Die is nu al ruim een jaar een bouwput. Zoals gezegd komt daar een bos en onder dat bos komt een parkeergarage, want het is handig onder een bos. Je kunt straks ook je fiets stallen onder in het bos en dan vrolijk met de trein de stad uit. De ene trein gaat naar Arnhem, de andere kant gaat naar Den Bosch, maar dat is toeval. Vanaf de stationskant gezien ziet het er niet zo uit als een bos. Daar wordt het een wandelpromenade met een stenen middenwandelpad. De techniek van tegenwoordig toch, wat ze allemaal niet kunnen vandaag de dag, hè. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.